Als alle vrachtwagens van glas zouden zijn gemaakt, dan zouden we schrikken. Want dan zien we pas hoe vaak een vrachtwagen leeg over de weg rijdt. 40% van de vrachtwagens rijdt hele stukken zonder vracht. En daar valt dus nog een hele wereld te winnen, Willem Heeren. Hoe kan dat nou zo inefficiënt? Ja, je moet ook niet overdrijven. Nee, mag dat niet? Nee, er doen ontzettend veel getallen de ronde. Mm-hmm. Maar ik heb het veel meer op een 35, 30%. Maar dat is nog te veel. Want als je daar 10% van af kunt halen. Nederland heeft 150.000 vrachtwagens op de weg zitten. Ja. Dus als je 10% van die vrachtwagens eruit kunt halen. Hè, dus zeg maar het percentage beladingsgraad te vergroten. Dan kun je 15.000 vrachtwagens eraf halen. Dus dat biedt enorm veel ruimte op. Wegen natuurlijk. Absoluut. Maakt het veel efficiënter. Hoe komt het dat er zoveel lege vrachtwagens zijn? Nou, dat is een paar voorbeelden. In de bouwsector bijvoorbeeld. Hè, als je vrachtwagens hebt die materialen naar een bouwplaats brengen. Die lossen dat daar en dan gaan ze terug leeg. Want ze nemen niks mee terug van de bouwplaats. Of ze moeten in de buurt ergens iets anders oppakken. Vol. Weer naar een andere bestemming te voeren. Een supermarkt. Een volle vrachtwagen van een distributiecentrum naar een supermarkt, los daar. En wat neemt hij mee terug? Wat leeg fust en wat zeg maar karton. Ja. Ja. En dan gaat hij weer terug naar een distributiecentrum. Dus het is ook niet altijd eenvoudig om te realiseren dat het naar 100% gaat. Dat is idealistisch. Mm-hmm. Maar er zijn ontzettend veel mogelijkheden, ook met innovatie en met ICT, om toch zeg maar die balans gaat te veranderen. Maar hoe kun je dat doen? Hoe kun je zorgen dat die goederenstroom wat beter gaat samenwerken? Wij noemen dat bundelen van goederenstromen, dat zowel binnen het bedrijf dat je kijkt naar op welke plekken lading zit die je anders kunt combineren, ofwel met andere partijen, hè, dus dat je ook gegevens uitwisselt en zorgt met samenwerking dat je die goederenstromen beter op elkaar kunt stoppen. Dan moet je het ook elkaar gunnen natuurlijk, om samen te werken. Je moet daar zakelijk in zijn, vind ik. Uiteindelijk gaat het over geld verdienen, dus als je meer geld kunt verdienen door zeg maar, met andere partijen samen te werken, dan moet je dat gewoon doen. Even een praktijkvoorbeeld. Het bedrijf Blue Rock Logistics die speelt er keigoed op in. Ze hebben namelijk een programma ontwikkeld. Kijk mee. Stel, dit is Parijs. En dit is Berlijn. Wat heel vaak gebeurt is in Parijs moeten ze de goederen vervoeren naar de buurt van Berlijn. Er wordt een vrachtwagen voor ingehuurd en die rijdt gedurende de dag richting Berlijn. Hetzelfde gebeurt in Berlijn, daar wordt een vrachtwagen, want dat moet bijvoorbeeld naar Dijon, vlak in de buurt van Parijs. Wat dan uiteindelijk gebeurt is, de vrachtwagens aan het eind van de dag rijden ze compleet leeg terug. Dit is een voorbeeld van niet efficiënt werken. Kijk, hier ziet u bijvoorbeeld de dagelijkse stromen tussen 60 depots in heel Europa. Je kunt je voorstellen dat daarin enorm veel inefficiëntie zit, omdat elk van die lokale vestigingen zijn eigen beslissingen neemt. Wij maken uiteindelijk de software die de hele logistieke keten veel efficiënter maakt. Tot en met de planning van de voertuigen toe, waar we dus uiteindelijk veel minder lege vrachtauto's hebben rondrijden. Ja, hier zie je hoe onze software eruit ziet. Het is toegankelijk via een webbrowser of ook via een mobiele telefoon. Nu gaat het heel vaak met Excel of met een systeem, maar dan gebruiken meerdere locaties meerdere systemen en dan wordt het onoverzichtelijk. Onze software bestaat uit kleine apps, kleine programmetjes die we aan elkaar rijgen en daarmee bouwen één functionaliteit voor een klant. Wat ik zo leuk dat we eigenlijk een ogenschijnlijk onoplosbaar probleem toch kunnen oplossen hiermee. Het lijkt eigenlijk zo simpel, Willem. Waarom komt dit nu pas? Dit had misschien toch wel 10 jaar geleden al er kunnen zijn? Ja, toch is het zo, vind ik, dat de afgelopen 10, 15 jaar met de komst van internettechnologie, dat je veel meer systemen met elkaar kunt koppelen, veel meer data met elkaar kunt delen. En de sector maakt er ook steeds meer gebruik van. Maar je moet wel zo rekenen dat ICT ontwikkelen kost geld. Dat kost ook, je hebt mensen nodig die kennis hebben daarvan. En dat begint nu zeg maar wat meer plaats te krijgen. En je moet niet vergissen, in de crisisjaren van 2009, 2010, 2011 waren de meeste ondernemers met andere dingen bezig dan met dit soort optimalisaties. Mm-hmm. Maar dat begint een enorme vlucht te nemen. Er is een enorme verandering in mindset, merk ik. Ja, ze zijn absoluut er wel aan toe. De logistiek is er aan toe om te gaan veranderen. Absoluut. Er wordt steeds meer ook in Nederland en zeker in Brabant steeds meer gesproken over deze mogelijkheden. Er zijn ontzettend mooie voorbeelden. Dat filmpje toont dat ook aan. Ja. Er zijn ook ontzettend veel bedrijven, mooie bedrijven, ook in Brabant, die dat ook laten zien.
En die ook uiteindelijk ook bewijzen dat door die nieuwe technologie of door deze manier te werken, gewoon meer cent overhouden. Hoe lang gaat het dan duren voordat die 15.000 vrachtwagens echt van de weg af zijn? Wij hebben uiteindelijk doelen gesteld voor onszelf voor de komende 5 jaar. Is dat het ongeveer zeg maar een 10% van die gemiddelde beladingsgraad toch omhoog moet. Dus dat zijn toch hele concrete kwantitatieve doelstellingen. En ik moet eerlijk zeggen, ik geloof ook in.